Onze favoriete Noorderburen die konden natuurlijk ook niet ontbreken op deze 20e editie van Graspop. Welkom Within Temptation. Ja, dankjewel. Het is jullie 7e keer al. Dat is wel heel veel gezien op 20 edities. Ja, en we zijn niet eens recordhouder, heb ik net gehoord. Daar baal ik wel van, hoor. Dus er moet wat aan gedaan worden. Wie is de recordhouder? My Dying Bride. Haha. Gisteren vertelde Corey Taylor van Slipknot mij dat hij hier al zijn helden heeft ontmoet. Is dat bij jullie ook zo? Ja, absoluut. Heel wel, ja. Ja, heel veel. En zeker vanaf het begin af aan. We hebben Paradise Lost hier gezien. Dat is natuurlijk een van onze inspirators voor deze muziek die wij maken. En, maar ook Iron Maiden speelde hier. En van alles hebben we hier gezien. Dat is echt te gek gewoon. Ja. En stappen jullie dan soms ook op jullie artiesten, op die artiesten toe? Of zijn jullie dan starstruck? Of? Nou, als het goed voelt wel. Maar vaak dan kun je al wel een beetje een lichaamstaal merken of ze ervoor openstaan, ja of nee. En kijk, bij de echt grote band zoals een Iron Maiden, die hebben ook een eigen backstage dorp. Dus daar kom je niet eens bij in de buurt. En ik zeg al vaak, laat ik die mensen ook lekker mee rusten, weet je wel. Maar als ze inderdaad gewoon lekker open rondlopen, dan ga ik een praatje maken. Zeker, absoluut. Waarom niet? Maar na 10 keer verdienen jullie ook een eigen backstage, vind ik. Nou, waar is ons eiland, hè? Waar is ons eiland, verdorie? I can't work like this. Ja. Maar jullie zijn met je symfonisch metal collectief toch altijd een beetje een buitenbeentje, hè? Voel je dat ook zo aan of eigenlijk helemaal niet? Nou, weet je, het is, ik zie het altijd als een positief iets ook vaak. Want je hebt natuurlijk heel veel heavy bands, weet je wel. En dan zijn wij een band met melodie. En dat is dan ook wel weer verfrissend, denk ik. En dat maakt je op een mainstream festival een van de heftigste bands. En ook weer een vreemde eend in de bijt. En nu ook weer op zo'n festival als dit zijn we ook altijd een vreemde eend in de bijt. Dus wij zijn altijd vreemd. Maar goed, wij vinden dat heel fijn. Ja, jullie hebben 3 jaar geleden ook in het Antwerp Sportpaleis jullie 15e verjaardag gevierd. Ja. En nu 3 jaar later, hoe kijken jullie daar nu op terug, op die 15 jaar, het is ondertussen al 18 jaar. Het is bijna 20 jaar inderdaad. Dus het is een volwassen kind. Ja, absoluut. Het is een leven op zichzelf inderdaad. Nou, we gaan ons volgende feestje weer plannen, dus we kijken er heel goed op terug. En we hopen nog even mee te gaan. We hebben er heel veel plezier nog in, dus het duurt nog wel eventjes, denk ik. Jullie hebben ook vorig jaar een album uitgebracht, Hydra. Ja. Het is jullie 6e album. Jullie hebben heel veel albums om uit te kiezen. Verloopt dat democratisch, die setlist, of totaal niet? Nou, intussen weten we allemaal wel een beetje welke nummers goed werken en welke niet. En vaak kijken we ook per situatie, per festival, waar we een beetje uit kunnen kiezen en zo. En de volgorde en qua videocontent en zo. Maar we hebben allemaal wel een beetje onze favorieten. Dus ja, het is wel redelijk democratisch, denk ik, over het algemeen. Jawel, daar ga je. Zij beslist. Of met darts, dat kan ook. Play this song. Maar op de laatste plaat heeft rapper Xzibit meegedaan in het nummer And We Run. Yeah. Ik vond dat een heel straffe ontdekking. Hoe komen jullie bij hem terecht? Nou, weet je, wij zijn als mensen geweest die heel erg open hebben gestaan voor alle muzieksoorten die er zijn op deze planeet, laat maar zeggen. Ik hou van reggae, ik hou van klassiek, ik hou van metal. Maar ja, metal is wel mijn favoriete muziek. Maar, en dat zal altijd de basis zijn van onze muziek. Maar we vonden het ook wel leuk om een keer in een nieuwe uitdaging aan te gaan. En Xzibit vonden we altijd wel een hele, hele, hele vette gozer. Weet je, gewoon een vette stem en goede songs ook wel. Dus het was een combinatie van veel dingen waar we voor hem gekozen hebben. En hij vond het een gek liedje. En hij paste qua met zijn stem en muziek ook heel goed bij dit nummer. En een hele aardige gozer. En echt super leuk om mee te werken ook. En als jullie elkaar begroeten, deden jullie dan van... Yo. X. En X. Ja, X natuurlijk. Zeg maar, zijn jullie ook wel fan van rap? Jij bijvoorbeeld? Nee. Totaal niet? Nou ja, geen fan. Ik luister nooit naar. Ja. Wat vond jij dan van die samenwerking? Nou, ik vind dat heel tof heeft gewerkt. Ik ben zelf dan groot Anthrax fan. Je hebt vroeger natuurlijk iets met Public Enemy gedaan. Vond ik toen ook altijd wel een... was even doorbijten, maar uiteindelijk... Dat is wel te gek hoor ook. Ja, ja, maar uiteindelijk is het wel heel tof. Maar ik zal zelf niet snel een rapplaat opzetten. Nee. Heb je andere guilty pleasures? Ja, qua muziekstijl, ja, dan zou ik meer in de countryhoek gaan zitten. Ja. Dus misschien Dolly Parton op een volgende samenwerken met ons. Zou jij best leuk vinden ook. Dat is de beste zangeres ter wereld. Sfeertje. Wauw. En heb jij zo guilty pleasures waar dat mensen echt nog van zouden schrikken? Nou, weet je, ik vind altijd een goede vergelijking. Niet zozeer dat ik daar ontzettend fan van was. Maar ik vond haar een beetje de Steve Vai van onder de zangeres, laat me zeggen. Dat was eigenlijk Mariah Carey. Wat zij vocaal doet, is voor heel veel mensen... Wat Steve Vai qua... Ik had zo zat te spelen. Helemaal te gek. Ja, ik was niet echt fan van de muziek. Maar ik vond het wel een uitdaging om dat te kunnen doen wat zij deed. En dat deed ik in mijn tienerjaren erg goed om te oefenen voor stemmen. Mariah Carey. Ik heb het allemaal gezongen. Ja hoor. Kan je nu zo'n stukje doen? Ja. Nou worden we echt afgemaakt. Hè?
Come on, Mariah Carey. Zijn er zo onhebbelijke gewoonten van je bandleden die je hier wilt vertellen? Onhebbelijke gewoonten? Ik heb een eigen kleedkamer, dus ik heb daar geen last van. Diva, hè? Diva. Hey. Heb jij zoiets van je bandleden van, daar moet je toch mee stoppen? Ja, bij iedereen heb ik wel iets. Maar ja, daar heb je, ja, maar dat is niet gek, want je spendeert zoveel tijd met elkaar. Ja. Heb je ook bij je vriendin of bij je vrouw waar je zielsveel van houdt, die heeft ook bepaalde dingen die je liever niet zou zien. Maar ja, goed, en die heb ik, ja, ik heb die dan zelf niet. Natuurlijk, ik ben perfect. Maar er zijn wel irritante dingetjes die andere mensen hebben. Maar goed, dat is gewoon zo. Het hoort erbij, hè? Precies, daar ontkom je niet aan. Dat moet je ook niet willen veranderen. Want het is altijd heel grappig als wij bijvoorbeeld een hele periode niet hebben gespeeld. Of hebben elkaar niet gezien. En dan na een hele tijd, dan zie je in één keer al die dingetjes weer. En dan denk je van ja, er is gewoon niks veranderd. En dat is eigenlijk maar goed ook. Ja. Helemaal inbeelden, maar heel veel mensen romantiseren dat toeren toch ook wel, hè? Het is veel wachten, hè? Het is heel veel wachten, dat is eigenlijk het vervelendste van allemaal. Maar ik moet zeggen, ik hou er wel van. Ik vind wel het tourleven ook heel erg leuk. Nemen jullie soms je familie mee? Nee. Nee, want de Cavaleras doen dat bijvoorbeeld wel, hè? Ja, nee, dat, voor mij zou dat niet werken. Nee. Okay, ook niet met een nanny of zo? Nee, ook niet. Oké, dat is uitgesloten. En wat als jouw kinderen ooit in dezelfde business gaan als jij? Zou je ze het aanraden? Ik zou ze nooit aanraden. Nee, ik vind gewoon dat kinderen moeten hun eigen weg volgen. En eigen, ja, weet je, ze mogen voor mij worden wat ze willen als ze maar gelukkig zijn. Dat is het belangrijkste. En dan redden ze het vaak wel. En als het muziek is, ja, dan is het maar muziek. Ja. Maar ik vind het heel leuk. En wij hebben gewoon geluk gehad. En op de juiste tijd en alles. En de juiste soort muziek. En een bepaalde visie. Maar ik denk, dat is best moeilijk. Je moet ook wel een beetje geluk hebben. Ja. Er waren fans op Facebook die vroegen, ga je nog een kind baren? Ik? Nee. Mijn huis zit vol. Goed, hoe kijk je er naar uit vanavond? Ja, ik heb er heel veel zin in. Jullie staan voor Faith No More. Ja, super tof. Het is eigenlijk de beste plek op de affiche. Ik denk het wel, ja. Ja, absoluut toffe band ook om te zien. Het is onze zevende keer. Nou, voor mij persoonlijk dan de vijfde keer. Maar het is elke keer een groot feest en het is tof. En ik heb er heel veel zin in. Wat is er zo fijn aan het Belgische publiek? Dat is een hele goede vraag. Nou ja, ze weten hoe ze plezier moeten maken. En jullie hebben lekker bier op de tap. Helpt natuurlijk ook mee. En ze praten minder dan de Nederlanders tijdens concerten, toch? Is dat zo? Het schijnt. Ja, dat weet ik eigenlijk niet, maar op zo'n festival zit zo weinig van merken. Dus, iedereen gaat keihard gaan op Within Temptation. Laten we het hopen. Maar wij in ieder geval wel. Dus. Wij gaan ervoor. Ik wens jullie heel veel plezier. Geniet ervan. En tot de volgende keer. Absoluut. Tot de volgende keer. Ja.